Een reportagefoto moet het gevoel en de sfeer van het moment vertellen. En hoe maak je nou precies een reportagefoto? Als je de volgende drie stappen doorloopt en over drie inhoudelijke keuzes nadenkt, dan weet ik zeker dat je al een heel eind komt. Voor je begint moet je ten eerste een onderwerp hebben. Ik kies er vandaag voor om de 1,5 meter samenleving als onderwerp te nemen. Daarna kun je eigenlijk al op pad met je cameraapparatuur. Eenmaal bezig, kijk je goed wat je tegenkomt en probeer je bijzondere situaties te vangen in een beeld. Hoe je precies een sterke inhoudelijke foto maakt, hangt volledig af van wat je wil laten zien. Daarvoor heb ik nog drie inhoudelijke tips voor jullie. Wat heb je nodig om een goede reportagefoto te maken? Nou, allereerst heb je een goede camera nodig. Ik kies vandaag voor de Canon EOS M50 met een 15-45 mm zoomlens en een 55-200 mm zoomlens. En met name met die telezoomlens is het heel fijn om dicht en close op je onderwerp te kunnen fotograferen. Natuurlijk heb je ook een goed onderwerp nodig. Vandaag kies ik voor om de 1,5 meter samenleving in beeld te brengen. Zorg er ook voor dat je genoeg batterijen mee hebt, want het zou zonde zijn als je net op het moment supreme een beeld mist omdat je accu leeg is. Je kan er ook voor kiezen om een statief mee te nemen en een flitser. Met name een flitser is handig als je bijvoorbeeld in tegenlicht wil fotograferen. Ik kies ervoor vandaag voor om het niet te doen en alleen met de camera op pad te gaan. Hoe kies je onderwerp? Als je een reportagefoto wil maken, is je onderwerp kiezen heel belangrijk. Dit is vaak het allermoeilijkste, omdat er zo oneindig veel mogelijkheden zijn. Ik raad je daarom aan om als eerste op zoek te gaan naar een onderwerp wat jou aanspreekt. Hey, met Jiri. Hey, weet jij of er op dit moment nog iets gebeurt in Den Haag wat gefotografeerd zou kunnen worden? Persoonlijk kijk ik wel op verschillende sites om te kijken wat er gebeurt, qua nieuws of qua reportage. Hoe kies je onderwerp? Je onderwerp en het uiteindelijke beeld moeten niet te ingewikkeld zijn. Simpelheid is troef, less is always more. Het verhaal in de foto moet in één oogopslag duidelijk zijn. Een goede reportagefoto is vaak een nieuwsfoto of een reportagefoto van maatschappelijk belangrijke gebeurtenissen. Of gebeurtenissen met een betekenis. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je een foto maakt met een verhaal wat jij wil vertellen, waar jij je goed bij voelt. Waar moet je rekening mee houden met een reportagefoto? Nou, de privacy van mensen is heel erg belangrijk. Weet dat je op straat en op de openbare weg vaak gewoon mensen mag fotograferen. Publiceren of ergens anders voor gebruiken is vaak een ander verhaal. Daarvoor heb je toestemming nodig van de persoon die op de foto staat. En die toestemming kan je regelen door middel van een quitclaimformulier. Je apparatuur. Het is helemaal aan jou om te kiezen welke camera en welke lens je wil gebruiken. Ik kies er vandaag voor om de Canon EOS M50 te gebruiken. Die is klein en licht en komt wat minder intimiderend over bij mensen op straat. Gebruik een statief alleen als je een foto wil maken met een lange sluitertijd en geen eigen bewegingsonscherpte wil hebben. Je omgang met mensen op straat. Mensen fotograferen op straat is niet altijd even makkelijk. Je merkt al gauw genoeg of mensen wel of niet gefotografeerd willen worden. Als mensen dat niet willen, dan houden ze hun hand voor hun gezicht of ze draaien zich van je af. Nou, dan weet je al, ja, dat is geen goede foto. Mijn werkwijze is om eerst te fotograferen en daarna pas om toestemming te vragen. Want anders is het moment vaak al weg als je eerst toestemming gaat vragen. Hoe je een sterke inhoudelijke reportagefoto moet maken hangt af van wat je wil vertellen. En daarvoor heb ik nog drie inhoudelijke tips voor jullie. Het verhaal en de esthetiek. Voor mij persoonlijk is het verhaal belangrijker dan de esthetiek in een foto. Dus vorm is ondergeschikt aan de inhoud. Wat natuurlijk wel mooi is als je vorm en inhoud samen in één goede foto kan brengen. Dan heb je echt een topkick te pakken. Wel of geen mensen in je foto. Persoonlijk ben ik een echte mensenfotograaf en ik hou van foto's waar mensen op staan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je de 1,5 meter samenleving juist ook heel goed in beeld kan brengen door leegte en stilte op straat. Doe dat dan ook vooral. Soms helpt het om gewoon ergens te gaan staan voor een paar minuten, 10 minuten en gewoon te kijken wat er aan je voorbij komt.
3. Clichés. In dit verhaal, dit geval van de anderhalve meter samenleving, is het niet erg als je clichés gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan mondkapjes, afzetlinten. Dat is prima te gebruiken. Daarmee wordt alleen maar je verhaal, wat je wil vertellen, duidelijker. En dat het gaat over de anderhalve meter samenleving en de coronacrisis. In deze coronacrisis maak ik zelf ook wel gebruik van clichés. Zo heb ik bijvoorbeeld een serie gemaakt van zorgmedewerkers in ziekenhuizen, waarbij ik het cliché van een mondkapje ook gebruik. Wil je zelf aan de slag met reportagefotografie? Volg dan deze 3 stappen. Stap 1. Kies een goed onderwerp. Stap 2. Kies je apparatuur en ga op pad. Stap 3. Maak een bijzonder beeld. Denk bij stap 3 ook nog aan mijn 3 tips. Tip 1. Esthetiek is ondergeschikt. Het verhaal is belangrijker dan de vorm. Tip 2. Bedenk of je mensen op de foto wil. En tip 3. Wees niet bang voor clichés. Zo. Nu zijn jullie klaar om zelf op pad te gaan. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ze stellen in de comments. Als je nog meer video's over fotografie wil zien, kan je ze bekijken in dit kanaal. Vergeet je niet te abonneren en ik wens jullie verder heel veel succes en plezier met fotograferen. Zet hem op!